Even voor de mensen die het debat volgen. Ik heb even met de leden overlegd wat wij doen, gezien het feit dat er veel amendementen zijn ingediend. 25 ook nog in de loop van de avond. Veel vragen zijn gesteld. Is ook even aan de Kamer gevraagd waar de voorkeur naar uitgaat als het gaat over de behandeling van dit grote belangrijke onderwerp vanuit zorgvuldigheid. En dan geef ik eerst het woord aan de heer Boswijk. Ja, dank voorzitter. Ik zou graag inderdaad een punt van orde willen maken. We zijn vanmorgen om 11 uur begonnen. Het is nu 8:30 en we zijn nog net afgerond met de eerste termijn. Er zijn meer dan 100 vragen gesteld en meer dan 25 amendementen ingediend. We moeten zo meteen gaan schorsen voor een dinerpauze. En dan moet de minister nog al die reacties gaan geven op die vragen en op die amendementen. Dus ik verwacht dat het nog heel lang gaat duren. Dan zou ik willen voorstellen, omdat het zorgvuldig moet verlopen, dat we het debat schorsen. En zo snel als mogelijk na het reces, de woensdag na het reces, als het lukt. Als dat lukt, ja. Om dan het vervolg in te plannen. Omdat het wel van belang is dat we hier goed en fris dit debat kunnen voeren. Ja. Dan wil ik de leden even horen in reactie op dit punt van orde. Mevrouw Van der Plas, BBB. Ja, daar kan ik mee leven, maar inderdaad wel. Ik zal gepland moeten worden, de woensdag direct na het reces. En dan ook de hele dag, vanaf 's ochtends tot 's avonds laat. Want we hebben gezien dat we die tijd wel echt nodig hebben. We zitten nu eigenlijk nog niet eens op de helft, feitelijk gezien. Dank u wel. Steun voor het voorstel. Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, ik voel mee met dat het nu al 8:30 is. En toch heb ik er toch wel een probleem mee dat we helemaal niet van de minister vandaag horen hoe zij reageert op de vragen. En we hebben vandaag ook wel gezien dat die steun voor dit fonds is niet vanzelfsprekend. Dus tweede termijn na het reces, maar wel nu de beantwoording van de minister zou mijn voorkeur hebben. Mevrouw Beckerman, SP. Voorzitter, ik sluit me daarbij aan. De vorige keer is natuurlijk bij de voorjaarsnota 660 miljoen uit dit fonds gehaald. Voorjaarsnota komt er ook weer aan. Straks, als we helemaal opnieuw beginnen, ook met de beantwoording, dan kun je een heel ander debat hebben na het reces. En nu is de kritiek, we hebben een fonds, maar geen plan. Dan heb je straks misschien wel iets meer van een plan, maar dan heb je minder fonds. Ik zou eigenlijk ook wel willen beginnen met een deel van de beantwoording. Mevrouw Bromet, GroenLinks. Ja, voorzitter, ik vind het ook heel onbevredigend om na zo'n debat niet te weten wat de antwoorden zijn van de minister. En ik heb het ook het idee dat het moeilijk is voor de minister om antwoord te geven, omdat de coalitiepartijen verdeeld zijn. En dat geeft toch een beetje die zweem van, nou, dan kopen we tijd. Maar goed, de meerderheid beslist hier. De heer Omtzigt. Ik kan me ook vanwege een dubbele agenda vanavond heel goed vinden na de uitstel. Ja, soms werkt het zo, voorzitter. Ik heb helder. En het tweede wat ik aan wil toevoegen, ik zie dat positief. Dat betekent dat de coalitiepartijen misschien eens een keer in een kamer moeten gaan zitten 2 weken lang. En misschien wel een nieuwe deal. En als die duidelijk is, dan denk ik dat dat de kwaliteit van wetgeving zou bevorderen. Dus misschien kunnen ze hem daarvoor gebruiken. De heer Thijssen, PvdA. Nou, ik denk dat we dat hier ook zien. Ik denk dat die ene tent van de heer Omtzigt nodig is en dat daar de coalitie zich in opsluit. En dat we dan heldere antwoorden krijgen, want die hebben we nu niet. Ik vind het heel teleurstellend. En ik heb ook debatten gehad waar 100 vragen zijn en waar we echt gewoon kunnen beginnen met de beantwoording. En dan moet de minister maar aangeven waar ze meer tijd voor nodig heeft. Mijn voorkeur heeft beginnen met de eerste termijn. Dank u wel, de heer Van Kampen. Ja, voorzitter, ik hecht eraan ook te benadrukken dat nu doorgaan betekent dat we 1,5 uur schorsen. Dus dan is het zo'n 10 uur. Dan vangt de minister haar beantwoording aan. Er zijn 20 tot 30 amendementen ingediend. Die een zorgvuldige, ook tijdens het debat, voorzitter, die een zorgvuldige weging en voorbereiding behoeven. Heb ik zelf als lid ook behoefte aan, omdat ik die op waarde bij wetgeving wil beoordelen. Dus ik zou me nog kunnen voorstellen dat we... Had me nog kunnen voorstellen dat we morgen het debat en de beantwoording zouden vervolgen. Maar ik weet ook welk debat er morgen staat gepland. Dus knarsetandend sluit ik me aan bij het voorstel van collega Boswijk. Maar dan ook echt wel het verzoek om de week na het reces een volle dag te pakken, inclusief de avond. En dan gaan we wat mij betreft wel door als het nodig is om dit debat met elkaar te voeren. Leergemis, ChristenUnie. Nou ja, voorzitter, het is een vrij eenvoudige wet en een vrij eenvoudige wetsbehandeling had het kunnen zijn. Maar we weten er al een hele dag over te praten en ik hecht wel echt aan een zorgvuldige behandeling. En dan is het niet verstandig om vanavond door te gaan. Dus steun voor het voorstel van collega Boswijk en met de aanvulling van mevrouw Van der Plas. En dan het verzoek aan de minister om de appreciatie op de amendementen bij voorkeur op die maandag 8 mei te versturen. Zodat we dat goed tot ons kunnen nemen als we die woensdag 10 mei verder gaan. De heer Van Meijeren, Forum voor Democratie.
Ja, dank u wel. Vanzelfsprekend mag snelheid het nooit winnen van zorgvuldigheid in het wetgevingsproces. Zeker niet als het over zo'n ingrijpend voorstel gaat. Maar wat mij betreft kunnen we zeker nog gewoon doorgaan nu. Het is pas 20:30 en of we nou vanavond of na het reces met een kluitje in het riet gestuurd worden, maakt ook niet zoveel uit. Tenzij de minister zelf aangeeft dat zij niet in staat is om op een zorgvuldige manier de vragen te beantwoorden, dan valt er iets te zeggen voor uitstel. Maar wat mij betreft gaan we gewoon door. De heer Bisschop, SGP. Voorzitter, toen we vanmorgen begonnen maakte ik mijn rekensommetje van hoe laat is de eerste termijn afgelopen. En ik kwam qua berekening op 19:16 uit. Oh, nou. Maar ik bleek een uur te vroeg te zijn. Dat geeft aan dat er verschillende, veel ruimhartige interrupties zijn geweest. Als we nu de draad weer oppakken, dan kun je amper een beetje een begin maken met een beantwoording. En dan kies je of voor tot diep in de nacht doorgaan, of afkappen en dan naar het reces verder. De zorgvuldigheid lijkt mij te gebieden, lijkt mij erbij gebaat te zijn dat we nu stoppen. Dat zo spoedig mogelijk na het reces wij een vervolg hebben in de lijn van collega Boswijk. Steun voor zijn voorstel dus. Dank u wel. De heer Boutkamp, Volt. Ik steun het voorstel wel, maar ik vind het wel lastig. Het gaat om nogal wat. En ik zou dan ook wel willen kijken of we de beantwoording echt een beetje tijdig kunnen hebben. Het gaat voor mij wel echt om een paar fundamentele politieke vraagstukken die hier vandaag zijn neergelegd, die nu gewoon niet worden beantwoord. En dat vind ik wel heel lastig op deze manier. De heer De Groot, D66. Ja, voorzitter, ik sluit me bij die laatste woorden aan. Ik kijk ook op de klok. En dan moet je toch je knopen tellen. Het was mooi geweest als we het morgen zouden kunnen doorgaan. Maar er staat natuurlijk een heel gevoelig debat gepland, waar we als D66 ook respect voor hebben. Want dat was natuurlijk het beste geweest, want dan kan je mooi voor het reces afmaken. En nu zullen we het op deze manier moeten doen. Ja. Dus steun. De heer Mulder, PVV. Ja, morgen een belangrijk debat, maar vrijdag staat niks. Dus waarom niet gewoon vrijdag? Volgeboekt volgens mij. Vrijdag wordt mijn moeder aan haar knie geopereerd. Ik heb beloofd om haar naar het ziekenhuis te brengen, dus liever niet vrijdag. Ja, maar ik wil nog even één dingetje toevoegen aan de opmerking van de heer Balkan. De beantwoording. De beantwoording zo snel mogelijk. Maar de beantwoording die moet hier plaatsvinden, hè? Niet schriftelijk. Want dit gaat over heel veel geld. Dus geen schriftelijke beantwoording, mondelinge beantwoording hier op die woensdag. En dan het debat, ik krijg de appreciatie van de amendementen, dat kan misschien wel. Maar voor de rest hier wel mondeling graag. Ik ga het even samenvatten. Het voorstel van de heer Boswijk van het CDA om na het reces, zo spoedig mogelijk, we gaan kijken of er beschikbaarheid is, het debat voor te zetten, eerste termijn en ook tweede termijn. In aanvulling ook van wat mevrouw Van der Plas ook heeft aangegeven, om daar echt wel de tijd ook voor te nemen. Hè? Dus in die zin de hele dag is voorgesteld. Dat wil trouwens niet zeggen dat interrupties nog langer moeten worden, zeg ik maar even. Maar het gaat over een belangrijk groot onderwerp. Dus ik ga mijn best doen om te kijken of ik daar dan de woensdag voor kan plannen. Ik wil de minister vragen om in ieder geval maandag de appreciaties van de amendementen te sturen aan de Kamer. Ook in het kader van de voorbereiding. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze beraadslaging. Ik dank de minister. Voor de enorme bijdrage. Maar ik dank ook de twee rapporteurs. Wil ik ook nog even zeggen, mevrouw Bromet en de heer Van Kampen, rapporteurs. Het is mooi om te zien, als ik nog even uw aandacht mag, dan zijn we echt helemaal klaar. Maar het is heel mooi om te zien dat de wetgevingsrapporteurs zoveel toegevoegde waarde hebben. En dat de leden ook echt in hun inbreng dat ook hebben aangegeven dat het rapport echt waardevol is. Dus echt nogmaals de waardering daarvoor. Dan dank ik ook de woordvoerders voor een mooi inhoudelijk debat. De mensen op de publieke tribune en de mensen die op een andere manier het debat gevolgd hebben. En ik laat u zo snel mogelijk weten wanneer we dit debat gaan voortzetten. Ik dank u allen en ik sluit de vergadering.